Deze video gaat over vormen. So this video is going to be about shapes in Dutch. Let's get started. Wat heb je nodig? Je hebt nodig een pen, which is a pen. Een schrift, which is a notebook. En je aandacht, which is your attention. Starting off. Laten we beginnen. Het vierkant. Het vierkant. The square. De vijfhoek of pentagoon. De vijfhoek, de pentagoon. De rechthoek. De rechthoek. De cirkel. De cirkel. Het ovaal. Het ovaal. De driehoek. De driehoek. Drie means three. En hoek means corner. Three corners, de driehoek. Het hart. Het hart. De ster. De ster. Het kruis. Het kruis. De cilinder. De cilinder. De pijl. De pijl. Oké, laten we oefenen. Let's practice. Voorbeeld 1. Example 1. Wat zie je hier? What do you see here? Het. Het rode kruis. The red cross. As in het rode kruis. That's how we call the red cross in the Netherlands. Voorbeeld 2. Wat zie je hier? What do you see here? De kleine ster. So the small star. De kleine ster. Voorbeeld 3. Het gebroken hart. Het gebroken hart. Meaning the broken heart. Oké, maak de les nu compleet. So complete this class. Noem twee vormen die jij vandaag hebt gezien. So could you name two shapes that you have seen today? Schrijf deze in de comments. So write these in the comments. Oké, thank you for watching. And to support Dutch for All, please give a like and subscribe. Thank you so much.